is aangenaam. Er zijn veel uitgevers aanwezig, vooral veel auteurs. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En het geeft volgens mij ook een goede indruk van de grootste, nieuwste najaarstitels. De nieuwste boeken van dit moment. Tot nu toe heel gezellig. Het is pas net open, maar er lopen al aardig wat mensen. Dus dat is leuk. Nou, er zijn mensen. Er komen mensen op af. En dat is al heel wat. Nee, het is goed. Het is gezellig. Veel bekenden vanuit Crime Zone. Dus dat is leuk. Veel auteurs die aanwezig zijn. Dat maakt het festival interessant. Er is sowieso ook heel veel te doen in een grote, kleine zaal. Heel veel optredens. En dat is voor ieder wat wilds. Nemen jullie als wederbegids echt terug? Ik denk dat spanning, het genre spanning, gehoor geeft aan die verborgen emoties. Wel, boek het populairste? Nou, is de vraag waar geen antwoord op te geven van. Dat is... Nee, goed, kijk, literaire thrillers die blijven het eigenlijk altijd heel erg goed doen. Het is eigenlijk bijna niet te beantwoorden. Het is zo ongeveer alsof je een moeder vraagt van welk kind ze het meeste houdt. Maar ik ben gek op de thrillers van Carrie Slaughter. Ik vind dat Lars Kepler ook beter wordt met elk boek. Ik ben heel erg trots op Onschendbaar, het boek van Helene van der Kem. Dat is ook een van mijn lievelingen van dit moment. Geweldig, hartstikke druk. Veel echte thrillerfans, dus het is gewoon the place to be. En zo'n signeersessie, hoe bevalt dat? Ja, ik krijg er een lamme arm van. Nee, ik vind het is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. En er zijn hier het zijn echte fans hier. Dat is geweldig om mee te maken. Dus ik ben heel erg blij. De dag kan niet meer kapot. Deze awards zijn belangrijk omdat het publieksprijzen zijn. Mensen die thrillers leuk vinden, die lezen niet één thriller in het jaar. Die lezen er één in de maand of twee in de maand. Dus als ze iets niet goed vinden, dan gaan ze daar niet op stemmen. Dat is wel, het boek moet je wel van je stoel afblazen. Daarnaast doen wij nog een debuutprijs. Dat is onze eerste lezersjuryprijs. Waarbij we 10 lezers, fanatieke lezers, hebben gevraagd om in de jury te gaan zitten. Om daar om 5 boeken te lezen en te kijken van wat is er nou goed en wat is er niet goed. Dat vonden we leuk, omdat een debuut, die wordt minder verkocht. Dus een publieksprijs voor een debuut, dan gaat het echt om vriendjes. Van hoe groot is je familie en jij wint, zeg maar. Een geslaagd thrillerdebuut, dat vraagt om een spoedig vervolg. Maar dat kan wel eens lastig worden voor de uberdrukke creatieve duizendpoot. Het zal geen verrassing meer zijn. De Crime Zone debuutprijs 2013 gaat naar Arjan Lubach voor zijn thriller 4. Euforisch en opgelucht en blij. Ja, nee, heel tof. Ik vond het een leuke prijs om te winnen. Het is leuk omdat het uiteindelijk werd het bepaald door 10 lezers. Dus een lezersjury. Dus dat is toch wel bijzonder. Omdat het is niet een groepje recensenten of wat ook leuk is natuurlijk. Maar gewoon 10 enthousiaste thrillerlezers die dan dit het mooiste boek vonden. Of het mooiste debuut vonden. Dat vind ik wel echt te gek, ja.